minder verkoop op Valentijnsdag dit jaar. KPS geeft voorlichting aan de jeugd. En Jacob Zuma kondigt aftreden aan als president van Zuid-Afrika. Het is woensdag 14 februari. Goedenavond, dit is het STVS-journaal. Iets later dan normaal. Onze excuses daarvoor vanwege de voetbalwedstrijd. Valentine's Day is voor velen een bijzondere dag. Voor de straatverkopers in onze binnenstad was het minder de afgelopen dagen. Maar vandaag ging het wel goed. Alhoewel, de verkoop liep niet even vlot als de voorgaande jaren, geven ze aan. Nou, het valt wel mee. En vandaag gaat het wel een beetje meer dan eergisteren en gisteren. Ja. De verkoop is niet zo best als de andere jaren. De koopkracht is minder geworden. Er waren net enkele stands die van het jaar Valentine's producten aan de man hebben gebracht. De producten zoals beertjes, rozen, mokjes en andere pakketjes behoren tot de standaard Valentine's pakketten. Vandaag is niet speciaal voor je partner, maar voor iedereen die je lief hebt. Haast iedereen sprak over het liefhebben van hun moeder. Het is eigenlijk geen speciale dag, maar ik wil mijn vrienden toch wel speciaal laten voelen, dus daarom. Valentine betekent heel veel liefde voor je partner, voor je moeder, vooral die heren. Je moeder moet je eerste vrouw zijn. Ah, wel, voor mij betekent Valentine liefde. Je vrienden een beetje verrassen. Ja, zoiets. Valentine betekent voor mij liefde en samenhouding natuurlijk. De samenvorming van Su. Dus ik voel me gewoon vrij op Valentijndag. Ik voel het een aparte dag natuurlijk. En chill en relax. Daarom doe ik dit ook. En dat is de big boy. Voor mij is het liefde. Voor vandaag een speciale dag voor de Valentine's Day. Voor altijd voor herdenking. Ook de heren van HMG, Hakuna Matata Gang, een bekende Surinaamse muziekgroep, kwamen wij tegen in de binnenstad. En ook zij gaven hun mening over vandaag. Kijk, vandaag is een speciale dag. En wij hebben sowieso in onze harten, alle artiesten van HMG, hebben heel veel liefde voor alle dames van Suriname. Alle leuke vrouwen. Maar nu, als je nou single bent of in een relatie, we hebben liefde voor jou. Omdat je nou een Surinaamse vrouw bent. Vandaar. Misschien als je lief bent, krijg je een roes van een van de leden van HMG. Dank. In de binnenstad van Paramaribo stond vandaag ook een stand van de afdeling jeugdzaken waar men voorlichting gaf. Er is bewust voor vandaag gekozen, Valentijnsdag, omdat de binnenstad druk zou zijn, zegt Milton Bishop, hoofd voorlichting jeugdzaken. We continueren onze voorlichtingscampagne. 2017 zijn we gestart met een landelijke voorlichtingscampagne. En we continueren dat. Dit is een van onze invalshoeken. We weten dat vandaag 14 februari is, Valentijnsdag. En we weten dat er een drukte is van je welste. Mensen zijn verliefd, mensen verwisselen van cadeautjes, noem maar op. Mensen gaan op stap en wij zeggen nee, we gebruiken ieder invalshoek om de samenleving, voornamelijk onze doelgroep, bewust te maken. Wees toch voorzichtig, we komen dan middels provincie naar buiten. En dat gebeurt er allemaal. Hier is het verschillende strafbare gedragingen, feiten, jeugdcriminaliteit in zijn totaliteit, maar ook andere aspecten worden belicht waarbij we ons zorgen maken dat de jongeren zich schuldig kunnen of maken zich schuldig daaraan. De voorlichting die gegeven werd is voor iedere burger, terwijl de jongeren de doelgroep is die ze willen bereiken. Maar vandaag werd de stand merendeels door volwassenen bezocht die veel vragen stelden. Er werd heel uitgebreid uitleg gegeven over de uitwerking van de verschillende drugssoorten die uitgestald waren. Ook stond er een tafel met voorwerpen gevonden in tassen van schoolgaanden. Op posters zijn verschillende handelingen aangeduid die vallen onder de strafbare feiten. Bisschop geeft aan wat men met deze voorlichting wil bereiken. De bedoeling is dat wij de jonge mensen voornamelijk, maar ook de mensen in de samenleving willen wijzen erop, willen attenderen hoe het niet moet. U zult zien dat we aanschouwelijk materiaal daar hebben. We hebben ook zaken die zijn gebeurd, de realiteit. En wij zeggen in de Surinaam, zou men zeggen, thematie barbij natin bigi fok to die vuur. Dus wij willen zeggen, nee, probeer niet negatief in aanraking te komen. Ieder heeft zijn of haar deel. Misschien het is bewust
onbewust, maar we willen zeggen, oké, wij gaan naar de mensen toe. We willen niet wachten totdat de mensen naar ons toe komen. Daarom zijn we hier. En wij zeggen, als ze langs gaan, gaan we ze dan roepen, hey, kom. Als zij weglopen, gaan we ze achterna en proberen zoveel mogelijk de informatie te geven. En hun duidelijk, de rode draad in alles is dat ze moeten weten wat kan en wat niet kan. Het Korps Politie Suriname doet er alles aan om de criminaliteit in ons land tegen te gaan. Voorlichting met preventieve werking is een werkwijze die daarbij kan helpen. Surpost staat voor enorme uitdagingen. Het pakkettenbedrijf dat sinds 2002 gebukt gaat onder imagoschade, ontvangt vanaf 2014 geen subsidie meer van de overheid. Dit brengt met zich mee dat het bedrijf geen grote investeringen kan plegen. Directeur John Power vertelt meer hierover. Maar de consequentie daarvan is dat je dus zo marginaal opereert dat je nauwelijks investeringen hebt voor modernisering, vervangingsinvesteringen onder andere. En je blijft op een marginaal niveau draaien, omdat je in feite niet kan reserveren. Omdat, nogmaals, het bedrijf is niet vanaf vandaag verlieslatend. Het is vanaf, ik dacht 2002, zijn we in een situatie terechtgekomen en daar is genoeg samen over gesproken in het verleden, waardoor wij ons in een heel moeilijk vaarwater terecht zijn gekomen. We hebben marktverlies geleden, mede door imagoverlies. We hebben delen van de markt zijn we kwijtgeraakt, waar we marktleider in waren, zijn we kwijtgeraakt. En het is nu tijd voor herstel. En in tijd van herstel heb je eigenlijk iedereen nodig, en ook de vakbond. Dus voor ons is de vakbond een belangrijke strategische partner om dit soort vraagstukken op te lossen. Maar dan verwacht je dus dat de vakbond ook de positie van het bedrijf kan begrijpen. Om te weten dat je dus geen oneigenlijke eisen kan stellen als het bedrijf reeds verlieslatend is. De vakbond die zich nog steeds sterk maakt voor haar leden om de koopkrachtversterking uitbetaald te krijgen is van oordeel dat zij niet kan afgaan op wat de bedrijfsleiding zegt. Volgens de bond worden er geen jaarverslagen gepresenteerd. Power geeft aan dat twee accountantsbedrijven bezig zijn om de boeken door te lichten. We hebben ze wederom recentelijk uitgenodigd. Kom kijken. Kom met je deskundigen, want niet iedereen kan uiteraard boeken lezen en of tenminste financiële cijfers interpreteren. Maar ze zijn daartoe uitgenodigd. Ergo, we hebben inderdaad van de minister van Financiën een aanmaning gehad dat wij moeten rapporteren. En wij zijn op dit moment, zijn er twee accountantsbureaus bezig om onze boeken te verifiëren. Wij verwachten eind van de maand het jaarverslag van 2014. Er is een achterstand over de periodes van 2007 tot 2012. Daar wordt door een andere accountant aangewerkt. Dus er wordt intensief onderzoek gedaan naar de cijfers en daar een interpretatie over te geven. Er is dus op dit moment, nogmaals, zijn er twee accountantsbureaus afzonderlijk bezig bepaalde periodes te onderzoeken. En er is een zekere harmonie, omdat de ene gebruik maakt van de informatie van de ander, of tenminste daartoe de bereidheid heeft uitgesproken. Dus dat, die kwestie van de boeken, inderdaad, de minister van Financiën heeft ons op de vingers getikt en wij zijn bezig, niet nu, maar voordat dat gebeurde zijn we al bezig om accountantsonderzoek binnen die organisatie te staan. Power vindt dat het bedrijf een paar belangrijke ontwikkelingen moet ondergaan. Volgens hem moet het bedrijf zich gaan richten op andere bronnen. Het Minamata-verdrag dat gericht is op uitbanning van kwikgebruik is gisteren behandeld in de Nationale Assemblee. Het doel van dit verdrag is het beschermen van de mens en het milieu tegen de schadelijke uitstoot van kwik. André Misikaba, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, ging verder hierop in. We weten dat goud kwikvrij kan worden gewonnen. Er zijn internationaal beproefde methoden, voorzitter, in verschillende landen. Ook in Suriname is er reeds op kleine schaal, voorzitter, de zaak van goud winnen zonder kwik geïntroduceerd. Voorzitter, er zijn proeven gedraaid. Er zijn trainingsmechanismen in place gezet, voorzitter. Maar we weten dat de vervangingssystemen die tot nu toe bekend zijn, kapitaalintensief zijn. En we vragen dus aan de regering hoe zij het veld gaat helpen om inderdaad die transitie te maken en waar de financiële middelen vandaan gehaald zullen worden. Dus de conclusie is dat ik vraag dat de regering goed kijkt met stakeholders hoe zij het gebruik van kwik geleidelijk aan zal afbouwen, voorzitter.
Chandrika Prasad Santokhi uitte zijn bezorgdheid en vroeg aan de regering welke concrete acties zullen worden ondernomen. De geachte spreker helemaal niks horen zeggen over namelijk hoe hij zelf het plan van de regering ziet met betrekking tot uitvoering van het verdrag. En dat is in een matrix vervat in het document ter zake implementatie Minamata-verdrag, zoals het genoemd is, voorzitter. En ik heb het document doorgenomen, voorzitter. En ik zie namelijk een heel belangrijk artikel voorkomen in het verdrag, artikel 20. Dat gaat over uitvoeringsplannen. En waar het heel duidelijk staat aangegeven wat een partij moet doen voor wat betreft de uitvoering, de planning, de verplichtingen, de tijdlijn. Maar juist dat artikel, die uitvoering zien we in het matrix van de regering helemaal niet voorkomen hoe de regering denkt uit te voeren. Dus ik hoor graag wat de reactie is, voorzitter, artikel 20. Amzat Abdul vroeg zich af in hoeverre de regering een milieuwet heeft. De volgende vraag van Abdul was gebaseerd op het kostenaspect van het uitbannen van kwikgebruik. Wat ik wel mis, voorzitter, is een milieuraamwet. We praten ook al een tijdje daarover. Ik denk dat we zeer zeker over een milieuraamwet zouden moeten beschikken, zodat we, voorzitter, ook konden nagaan welke richting we opgaan met ons milieu. Het is best wel goed wanneer we verschillende acties plegen, voorzitter, of verschillende acties gepleegd worden door de regering. Maar wanneer we een raamwet hebben, dan hebben we een kader. En wanneer je een kader hebt, dan kan je beleid beter maken, voorzitter. Je kan beleid beter uitvoeren, voorzitter. Voorzitter, ten aanzien van het bewustwordingsproces dat eigenlijk gestart moet worden bij de kleine goudwinners, wordt er aangegeven dat de regering geen middelen heeft om dat te doen. Ik zou, of tenminste, ik heb gelezen dat er fondsen beschikbaar zouden moeten zijn om dat soort van zaken uit te kunnen voeren, voorzitter. Zijn er fondsen beschikbaar en hoe groot of wat is het bedrag, of is er een bedrag dat bekend is dat we daaruit zouden kunnen putten, voorzitter? Dat zijn mijn vragen via u aan de voorzitter of aan de regering, voorzitter. Dank u wel. Middels het ratificeren van het Minamata-verdrag erkent Suriname dat het onjuiste gebruik van kwik negatieve effecten op het milieu en de mensheid heeft. Wiese Kaba ging in op de vragen van de leden Santokhi en Abdul. Voorzitter, dan ga ik naar lid Santokhi. Ik denk dat het resultaat van de aanpak en hoe de manier hoe de aanpak moet geschieden, dat het document is dat u heeft in handen, die matrix. Want u vraagt, juist dat is niet besproken, hoe zal de aanpak geschieden? En die regering heeft ons dat aangegeven in een matrix. Dus we kijken uit naar de specifieke punten, want de regering heeft geprobeerd om artikels gewijs aan te geven, artikel 4, dat zijn de acties die gaan gebeuren. Als er dingen zijn in de verschillende artikelen die de regering niet heeft genoemd, dan horen we dat graag. Maar nogmaals, de aanpak is die matrix die de regering heeft gedeeld met ons. Milieuraamwet is al in concept af. Laat me zeggen dat vanuit de Commissie Milieu en Klimaatverandering was het voornemen om de wet in te dienen bij initiatief. De regering heeft toch aangegeven dat het een dermate belangrijke wet is dat zij het zelf wil indienen bij het parlement. En ik begrijp dat op dit moment de verschillende actoren bezig zijn om de laatste hand te leggen aan die wet. En dan komt die wet gauw naar het parlement. Dus we kijken daarnaar. Maar ik ben eens dat er een milieuraamwet moet zijn van waaruit al het andere wordt gedirigeerd, voorzitter. Ook het lid Abdul sprak over de schaarse middelen om de bewustwording op gang te brengen. Ik herhaal dat er toch wel hele significante bedragen worden genoemd, voorzitter, die wordt verdiend in de goudsector en dat weten we allemaal. En in goede samenspraak met de overheid zouden middelen vrij moeten komen om te investeren. Voorzitter, het gaat om milieu, het gaat om gezondheid. Dus het kan niet anders dat mensen daarvoor geld zullen moeten willen inzetten, voorzitter. Suriname zal met internationale ondersteuning geleidelijk werken aan het uitbannen van kwik en het gebruik daarvan. De districtscommissaris van Marowijne, Freddy Daniel, wil een totaal overzicht van alle gronden in het district. Daniel zegt dat hij bezig is om een database op te zetten om de stand van zaken in kaart te brengen.
De burgervader zegt dat hij het overzicht aan het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer wil presenteren. Kwestie grondzaken zijn zaken die aan de orde zijn. En ik heb reeds afspraken met de minister en het zal niet lang duren dat we een beetje beter beeld hebben van hoe het staat met grondzaken hier. We hebben ons huiswerk gedaan, we zijn bezig geweest met een programmeur die voor ons een database heeft opgezet om een grondzaken vlotter te laten lopen. Het ligt aan de minister wanneer ik het aan haar presenteer, als ze ook dat wil overnemen. Maar indien niet, dan hebben wij dat hier. En niemand kan mij nog zeggen of meer zeggen. Als stuk is binnen de dappen en normaal duiken onder poten, onder oman tafra en dat soort zaken. Het moet ophouden. Omdat ik ook het personeel welke die goede intentie heeft in bescherming moet nemen. De burgervader zegt dat het nu moeilijk is om aan te geven wat de stand van zaken is met betrekking tot gronduitgifte in Marowijnen. Omdat er in het verleden geen duidelijk overzicht was. Dit systeem moet ook de ambtenaren die vaker de schuld krijgen van het doen verdwijnen van stukken helpen beschermen. De burgervader is daarom van mening dat de zaak onoverzichtelijk is omdat er geen basis is gelegd in het verleden voor een beter overzicht. Die basis wil hij nu leggen. Al met al, het zijn geen dingen die nu zichtbaar zijn voor de gemeenschap. Maar gelooft u me, wanneer uiteindelijk die hamerslag moet vallen, dat iedereen zal begrijpen van, oh, dus dit was het al die tijd. U praat over grondzaken. Ja, dat hoor ik al. Niet tijdens uw periode, maar ruim daarvoor dat het een koppijn hier is in het district. Heeft u een beeld wat de stand van zaken nu is? Om te zeggen wat de stand van zaken is, is misschien moeilijk voor iemand om te begrijpen wat de stand van zaken is. We zijn aardig op pad. Dus er is alle stukken die lagen zijn teruggestuurd in het veld voor heronderzoek. En ik weet niet of de gemeenschap tevreden wil zijn met een telling van ja, er zitten 100 stukken daar voor mij om. Dat is niet wat de gemeenschap nodig heeft. Laat me aangeven dat wij al aardig op pad zijn. We hebben zeker om procentueel aan te geven 80% van wat er lag hebben we al in het veld gestuurd voor heronderzoek. En tegelijkertijd, ik legde u uit dat we bezig zijn met die database waarin alles gezet wordt. Dus alles wordt ingescand en daar gezet. Rapporten worden opgemaakt, daar geplaatst. Hoe het zal werken, misschien moet ik u uitnodigen wanneer de programmeur hier is om aan te geven hoe dat systeem zal werken. Dat u een beter beeld heeft van wat hebben we tot nu toe bereikt en hoe ver zijn we tot nu toe. Dit was dan het Nationaal Nieuws. Alvast bedankt voor uw aandacht.